Tja, echt festivalweer is het vandaag ook niet. Het is koud, het waait en de zon laat zich nauwelijks zien. In plaats van lekkernijen te verkopen, moeten de ondernemers alles weer inpakken. Ja, ja, er gaat storm komen, heb ik begrepen. Dus we moeten gaan afbreken, helaas. Er wordt windkracht 8 stormen voorspeld. En gezien de tenten die hier staat en alle foodtrucks waar tenten aan hangen, noem maar op, leek het ons in overleg met de instanties veiliger om vandaag helaas af te blazen. En dus worden de kraampjes afgebroken en de lampjes weggehaald. Toch blijven de ondernemers positief. Het is even met z'n allen even een paar uurtjes werken en dan zijn we er. Ja, je bent hier omdat je 4 dagen lang een leuk festival wil neerzetten. Uiteindelijk is het 3 dagen geworden. Die 3 dagen waren niet heel leuk. Dus op naar het volgende festival.